kun je ons kort even vertellen, als jij nu achter de computer zit, wat voor controller, hoe ziet dat eruit, wat jij nu gebruikt? Ja. Of voor mensen die misschien ook geen interesse hebben in dit soort dingen? Ja, nou, ik heb dus als basis de Adaptive Controller liggen, ja? Dus die van Xbox. Daar heb ik een joystick aan gekoppeld. Die bedien ik met mijn linkerhand. Mm-hmm. En met die joystick kan ik rondlopen. Dus dat is zeg maar naar voor, naar achter, naar links en naar rechts, zeg maar. Mm-hmm. En een hele hoop dingen doe ik met rechts. Ik heb een muis met 12 extra knoppen. Dat is een gewone, of nou gewone, een wat uitgebreidere game muis. Mm-hmm. Dus er zijn wel meer mensen die zullen hebben. En op die gamemuis heb ik dan een hele hoop functies. Dus met rechts kan ik een hele hoop functies overnemen. Mm-hmm. En dan heb ik nog één extra wat specialer apparaatje. En dat is een zuigblaasschakelaar. Ja, dat heb ik dus gezien namelijk op een video van jou. Ja. Jij zit een soort van aan de computer met je handen allebei op controllers als het ware. Ja. Maar hier zit een soort van slangetje naar jou toe. Ja. En daar kun je in blazen. Ja. Wat doet dat? Ja, nou dat is dus, het zijn twee functies. Zuigen en blazen. Oh. En daar kan ik dan dus twee functies aan koppelen. In mijn geval kies ik dan opties die je veel moet gebruiken, want ik kan er makkelijk bij. Mm-hmm. En wat ik heb ingesteld is dat als ik blaas, dan springt het poppetje. En als ik zuig, dan gaat hij rennen. Mm. Het is voor mij zijn dat functies die ik superveel moet gebruiken. Dus als ik dat bijvoorbeeld met mijn linkerhand zou moeten doen, dan lukt dat niet. Nee. En op deze manier wel. Het moet wel goed zitten, dat ik er goed bij kan, zeg maar. Ja. Maar ik vind dat een heel mooi systeem. Ik kende dat eerst ook helemaal niet. En ben je via die partij die jij eigenlijk benaderd hebt zo erbij gekomen? Ja, dit apparaatje zelf hebben zij wel ontwikkeld. Mm-hmm. In samenwerking wel met de wat technischere mensen, zeg maar. Ja. Dus dat is wel zelf van hun. En dan vervolgens kan je hem aansluiten op de Xbox Adaptive Controller. Vet. Ja. Is dat dan heel duur? Van Xbox zelf, dat valt heel erg mee. Mm-hmm. Zij zeggen van, wij willen echt het all-inclusive, zeg maar. Dus dat iedereen ook met een beperking kunnen gamen. De Adaptive Controller is ongeveer 100 euro. Dingen als een joystick, dat valt op zich ook nog wel mee. Ja. Ze hebben ook een extra knoppenset ontwikkeld. Allerlei losse knoppen die je kan aansluiten, die is ook van Xbox en mm-hmm. dat valt ook wel mee, ook zo'n 900 euro. Als je het vergelijkt met losse knoppen kopen, zeg maar, want het is toch alweer 200 euro. Ja. En die zuigblaasschakelaar, die is zelf ontwikkeld, dus dat kost wel aardig wat. Maar dat is die partij die kijkt zelf naar wat kunnen we maken en wat kunnen we leveren aan de kinderen die dat nodig hebben, zeg maar.